jij voelde wel ja, de behoefte om toch een manifest te schrijven waarin wordt ja. onderstreept dat dit in Nederland ja. niet vergeten mag worden ja. en dat dit kan. Nee, dat is ook absoluut. Dus die herinneren, misschien is dat wel het licht van het verlengde van oh, dat ik Simon heb gemaakt. Dit is helemaal niet zo heel erg anders. Dit is alleen een ander medium, een andere methode. Dat is dat, dus inderdaad dat die vrijheid niet vanzelfsprekend zijn, dat nieuwe tijden voor nieuwe oplossingen, zeg maar, hè, we, om nieuwe oplossingen vragen, om die vrijheid te waarborgen. Maar en, moet je niet een veel harder geluid maken hiervoor? Nou, kijk, eigenlijk waren het gewoon maar 1000 woorden. Waar eigenlijk 1800 woorden, zat ook nog een sociaal-economisch element aan, maar we mochten van de hebben we eruit gehaald, omdat... Mag ik een stukje voorlezen uit je manifest? Ja, doe maar. Vrij links staat voor gelijkwaardigheid van de mens, ongeacht geslacht, huidskleur, geaardheid en levensovertuiging. Het is de basis voor het compromisloze antidiscriminatieprincipe. Dit principe is het kroonjuweel van de vrijzinnige beweging, passend in een ja. traditie waarin gevochten is voor de opwaardering van het individu tegenover het collectief en voor ja. individuele emancipatie. Ja, rechtsverhalen. Dat is toch krankzinnig? Nee. Dus aanvankelijk waren zeg maar, de cultuurrelativisten die in hun laatste verdediging ze dachten van, oh, kut. Als dit discours waar is, is dat van ons, van het groepsdenken, gedeeltelijk niet waar. Dus we moeten op de meest agressieve manier hierop reageren. Nou, iedereen die hun kolompjes had, die hebben die ook in drievoud ingezet. Maar het werkt dus niet. Ik bedoel, hun verweer werkt niet. We hebben meer dan 1000 aanmeldingen, gewoon zonder de enige werving. We hebben ook nul centen. We hebben 3000 euro of zo. Dus er wordt enorm op gereageerd. Dus mensen vanuit, met name vanuit de drie burgerlijke linkse partijen, GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, melden zich, zoeken contact met ons, sturen mails, klaagmails over wat zij mee hebben gemaakt van cultuurrelativisme of dat soort dingen. Zoeken ze steun of zoeken ze? Ze zoeken een Nou ja, wij zijn natuurlijk geen partij. Maar het blijkt dus dat mensen ter linkerzijde, zeker uit de partijen waar de meeste van ons vandaan komen, die, met name die partijen, we hebben ook nog met SP contact gezocht. En van, hoe komt het nou dat jullie de enige linkse partij zijn met de Partij van Dieren, waar we eigenlijk nauwelijks zeg maar, reacties van, terwijl honderden leden van die andere partijen hebben. Ja, bij ons is het gewoon gesneeuwde koek. Dat vinden wij sowieso al. We zijn al voor afschaffing van artikel 32 en zo. Dat is gewoon al helemaal ons DNA. Die Partij van de Dieren hetzelfde. Dus ja, we zien helemaal geen noodzaak voor dit soort bewegingen. Maar zeg maar voor de gematigd linkse bewegingen is blijkbaar dit een nieuw geluid. En waar we aanvankelijk zeg maar voornamelijk de eerste aanhang zeg maar was natuurlijk vanuit migrantenhoek, dus vanuit Turks, Marokkaans, Iraans, Pakistaans. Maar er waren zoveel mensen. En veel homoseksuele aanhang. En pas toen we, zeg maar, in dat waren de eerste, zeg maar, 200 man of zo. En toen we in de mainstream media kwamen, toen kwamen opeens de witte mensen uit de provincie. Dus de raadsleden uit Emmen en uit Roermond en zo. Maar ja, we hebben nu natuurlijk heel veel aanhang, of heel veel mensen die iets van ons verwachten. Maar we hebben natuurlijk geen cent. Dus we moeten dingen gaan organiseren. Maar gelukkig worden heel veel uitgenodigd voor crowdfunding. Ja, we weten het gewoon nog niet. We wisten wel dat het iets zou bewerkstelligen, maar niet dat we daar dus overlopen gingen worden met. We zijn dus door maar de. Stel je voor dat een luisteraar of een kijker zich aangesproken voelt tot jullie boodschap. Hoe zouden ze je kunnen benaderen? Of geld. Geld. Nou ja, nee, via contact, via de dingen. We hebben een contactmanager. Moeten we ook nog een juridische kader. Juridische kader voor dat. Je mag natuurlijk nog niet helemaal lijsten met gegevens beheren, moet allemaal juridisch kloppen. Maar wat is de ambitie? Wat zouden jullie willen? Weet je wat? We worden overvallen door het hele gebeuren. Aanvankelijk, dat vroegen, we zijn dus een aantal Haagse partijen ook al gevraagd van, omdat ze voelen ook wel dat er iets aankomt. Wat zijn jullie? Zijn jullie een impressiegroep binnen jullie drie partijen, zoals men dat dan ziet? Of zijn jullie een nieuwe politieke beweging? In principe zijn we dat eerste. Maar als het dus onvoldoende geluisterd wordt binnen een jaar, dan zullen we onze burgerplicht wel moeten doen, denk ik. Nou ja, nu heb ik ooit, is me ooit ingefluisterd door een vogeltje dat er wel enige politieke ambitie binnen Eddy ter Stal ligt. Ja, maar dat zal dan niet met mij als kopstuk zijn of met mij als drijvende kracht zijn. Ik wil heel graag films maken. Ik heb een hele mooie tv-serie die we nu aan het financieren zijn. Daar ben ik echt wel 2-3 jaar mee zoet. En ik ben toch echt van langzamerhand wel een filmmaker geworden. Maar er zijn heel veel mensen binnen. Langzamerhand, dat ben je al hoor. Ja, nee, maar ik heb echt liefde voor het vak gekregen. En bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld Martin Koolhoff is een goede vriend van mij. Die beïnvloedt mij daar heel erg in. En zijn liefde voor het vak is heel erg besmettelijk.
En ik denk, ik ben nog niet uitgeleerd als filmmaker. Ja, de genreman. Maar ik ben nog niet uitgeleerd en ik wil zo graag mooie dingen maken. En, maar goed, dat laat onverlet dat er genoeg mensen zijn die nu iets verwachten van de A die wij gezegd hebben, wat een B zou moeten worden. En het liefst hebben wij natuurlijk, want we hebben natuurlijk ook al een aantal academici en mensen van de Galooi die ons achter de schermen steunen. En die zeggen, ja, maar eigenlijk zijn jullie thuispartijen zijn eigenlijk een blok aan jullie been. Ja, die hebben toch maar het is echt niet, zeker niet bij de kern, bij de 20 mensen die dan even een beetje de basis vormen. Dat leeft echt niet op dit moment. Het is wel, we beseffen wel dat er een kans is dat we zeg maar de progressieve politiek niet voldoende kunnen beïnvloeden, maar die kans wordt steeds kleiner, omdat je ziet dat toch dingen, we hebben nu, hè, Femke Halsema wordt dan een vrij linkse burgemeester genoemd. En je ziet, we hadden sowieso natuurlijk al de steun van Boris van der Ham. Nou, ik ben vrij. Lodewijk Asscher en dat hadden we natuurlijk al. Ja. En het is natuurlijk ook zo gewoon dat het groot deel van links veel dichter bij ons gedachtegoed staat dan die bij op een aantal faculteiten of universiteiten. Halsema en Lodewijk Asscher, ik denk dat die ook wel een soort van reality check hebben gehad. En ja, die dachten dat wel langer hoor. Ja, ik ken ze allebei vrij goed. Het is geen opportunisme, het is wel iets wat. Alleen, ze hebben natuurlijk allebei met hele stroperige partijen te maken. Femke is natuurlijk altijd wel een vrijzinnig denker geweest. En die altijd durft wel buiten de lijntjes te kleuren. Nee, ik niet. Ik ken haar wel. Het is echt geen opportunisme. Dit is zij. Dit is echt wel Femke. En dat had ik ook wel verwacht. Het waren twee kandidaten op een gegeven moment. Femke. Weet je nog? Maar. Jezus Christus, wat een scherp wijntje is dit. Nee, je vond het eerst nog limonade. Anyway. In het begin vond je nog limonade. En nu, ja. Maar goed, ik had er wel vertrouwen in dat goed zou komen. Nou ja, kijk, wat ik persoonlijk wil ik. En dit is persoonlijk en vanuit mij. Ik steun vrij links. Mm-hmm. Ik sta daar 100% achter. En ik heb jullie manifest meerdere keren gelezen. En ik hoop dat daar op een of andere manier ook beleid uit voortvloeit. Hè? Dus dat wordt opgepikt. Ja, we hebben natuurlijk wel al met een aantal partijen in Den Haag, niet alleen de linkse partijen, ook niet de extreemrechtse partijen, gesproken. En dat gedachtegoed leeft wel steeds sterker bij de Haagse partijen.